Dit is de domste update ooit in heel Fortnite. Er zitten twee dezelfde wapens in en je ziet geen verschil. Dit is de update. De nieuwe update is dus uitgekomen en wij willen natuurlijk wel even de nieuwe guns proberen. Nou, is hier iemand geland volgens mij? Ja, dankjewel voor de free kill. What the heck, maat? Wat gooi je nou weer speren op mij? In ieder geval, voordat wij dat allemaal gaan doen, wil ik iedereen nog heel even snel bedanken. Iedereen die aanwezig is geweest bij het event van dit weekend. Want het was echt super, super sick, maar ook heel erg druk. Waardoor ik echt enorm veel mensen heb kunnen zien. Dus ik waardeer het wel allemaal als jullie allemaal zijn gekomen, want het was echt heel sick. En zoals jullie op de achtergrond kunnen zien, heb ik ook een aantal cadeautjes gekregen. Dus dankjewel daarvoor. En zelfs deze trui. I mean, come on, bro! Ja, ik vind hem echt heel sick. Dus dankjewel nogmaals daarvoor, want het blijft heel sick. In ieder geval, we gaan eventjes door. Wij moeten namelijk wel even zoveel mogelijk loot pakken. Er zijn namelijk een aantal dingen veranderd. Daar. Komt die? Ik heb geen mats, bro. Ik heb geen mats. Ik kan toch niet zoveel mats hebben, bro? Ik wou net zeggen, dat kan toch nooit? Thank you very much. Er zijn een aantal dingen veranderd. Waaronder namelijk dat deze submachine gun geunfold is. Je denkt van Rick, die zat er toch al in? Nee, dit is zeg maar weer een andere SMG. Ik weet het, dat is echt enorm verwarrend. Ik bedoel, je hebt namelijk nu een Twin Mag. En je hebt ook nog eens een submachine gun. En zat ik allebei identiek op elkaar? Nou, wil ik wel een beetje proberen te kijken welk nou beter is. Maar dan gaan we op een manier achterkomen. En dat is te kijken te killen. Dat is niet wat ik wilde zeggen, maar niet uit. Ja, we hebben in ieder geval de flag gepakt met wel goede loot. Dus dankjewel daarvoor. Maar dit is een Twin Mag SMG. Kom op, bro. Je ziet het verschil zowat niet. Als je snel in de fight bent, dan ga jij dit verschil niet kunnen zien, hoor. Je moet echt goed kijken. What the... Bro, wat? Wat de heck gebeurt daar dan? Medkit? Opeens krijg ik een sniperbullet door mijn kopje heen. Voor mij pusht hij helemaal niet. Hij pusht niet. Hij doet niks. En dan... Aerialist? Nice. Dit is zo confusing. Ik zie hem ook helemaal niet. Ik moet blijven bewegen, anders dan snipt hij mij. Hij zit daar bovenop. I see you, bro. Ik heb je wel door, zeg maar, weet je. Ik bedoel, je hoeft dat niet te verbergen. Zo. Nice. Die poppen. Nice. Doei. Ga maar lekker de lobby in. Je moet er wel heel even bij de HP terugpakken. Dankjewel. Er is dus trouwens ook een perk geunvold. En, of een gevold zelfs trouwens. Want we hebben namelijk de perk Game Time. Dat is een augment. Maar die is eruit gehaald. Omdat ze zeiden van ja, we moeten het meer balance maken. Dus die zit er helaas niet meer in. Waar zitten die guys? Er zit dus... Dit werkt natuurlijk niet, hè, maar... Oké. Oké. Kom op. Yes. Hij was one shot, maat. Hoe dan? Dan hebben we hier in ieder geval even de tijd. Die heeft een Twin Mag. Dan heb ik eigenlijk wel een vermoeden welk beter is trouwens. Hoor. Want volgens mij is die normale SMG zo poep. Oké, nou, ze zijn allemaal super low. Maar ze waren allemaal gerevived. Eerlijk is eerlijk. Dat is best lullig voor de enemy. Maar boeien. Zo, dan hebben we die ook weer. We hebben in ieder geval de Volt. Met dus... Een Mythic Pump. Dankjewel. Oeh, ik zat een grabbag. Geef mij de SMG.
Oh, bro, ik dacht van waar is mijn shotty? Hier, nou, die hoef ik dus niet, want ik krijg hier namelijk geheid. Een mythic pump. Nemen we die ook mooi mee. We hebben zulke goede loot, maat. Nou, nemen we die wel mee, met die erbij. Wil ik eigenlijk heel eventjes mijn goede gun terug fixen. Hier, dankjewel. Bounty claimen, let's go, we gaan hem killen. Nieuwe perk erbij. It's time. It's time. Doe maar medium. Sure. Zie je dit nog steeds? Hij zit nog steeds daarboven. Hij zit 100% boven op Loot Island. Dat kan niet anders. Sowieso dat jij daar zit, jongen. Oké, ik moet hem killen. Namelijk, de vlag is nu gecaptured. Hij heeft wel een hele goede AR. Dus we moeten opletten, Oké, we pakken een rift, denk ik. Omhoog gaan. En dan proberen hem te killen. Ik wil eigenlijk ook hem killen. En zo'n hele goede AR hebben. Is hij daar misschien wel? Zit hij daar misschien? Hij is net dood. Ja, hij zit hier. Wachten. Moet hem killen. Lekker. Ik zie hem niet. Go. Hij kan niet nog een keer weg, toch? Nee, damn it. Kom op. Ja, doe maar. Yes, sir! Let's go, Tommy! Hey, Tommy is mijn overleden kat, man. Hey, dat kan je echt niet maken. Die voordat naam moet veranderen. Ik ga hem reporten. Wacht even hoor. Oh, damn it! Bounty target. Geen tijd om te reporten. Oké, we hebben nu wel echt de beste wapens die er zijn, jongen. Mogen dit niet verpesten, Rick. Dat mag niet. Nog maar 3 andere enemies te gaan. Hij zit ook niet in de buurt. Dus die andere guy die zit sowieso daar. Oh, ik heb een geweldige spot. Een geweldige. Waarom zitten ze daar dan? Wat zijn ze daar aan het doen? Wow, nu schiet ik echt maar... Oh, ik schoot nog bijna raak ook. Want de sensors zijn namelijk ook veranderd. En dat betekent namelijk dat ze nu eigenlijk de hele blijven bewegen. Ze worden niet steeds kleiner. Ze worden kleiner, maar ze gaan ook weer de cirkel in. En ik vind het wel een leuke toevoeging. Dat zorgt wel een beetje voor een beetje dynamic safe zone. Zodat je een beetje een goede plek kan kiezen. Daar zit hij dus. Holy damn. En we weten dat er dus daar iemand daar beneden zit. 2 enemies. Oeh. Oké. Laatste 2 enemies. Let's go. In ieder geval even hier zitten. Ik ben niet de enige die dat denkt. Dammit, wat doe ik? Inderdaad. Auw. Ik was niet snel. Rustig aan, Rick. We kunnen hem one pumpen, hè. Dus let daarop. De andere guy is hem gedipt dus, hè. Deze guy gaat me ook niet pushen, dat weet ik zeker. Je wil eigenlijk misschien hier wel zitten of zo. Dus ik heb pokken goed. Ik weet ook niet wat ik hiermee moet doen. Hij zit daar. Hij heeft een sniper. Oké, go. Gewoon gaan. Gewoon gaan. Oh! Nice, cracked! Waar zit hij? Oh, hij zit niet in de boom. Die guy gaat pushen. We moeten eigenlijk nog 9 seconden wachten. Dan kapt de safe zone helemaal die kant op. Ik kan als eerste daar zijn. Laat hem maar gewoon gaan. Dan pakken wij hier namelijk eerst de voorsprong. Nice. Oh. Die ook nog. Thanks. Misschien doet hij wat. De alle twee aan die kant, though. Meer deze kant op. Kijk, perfect. Waar zitten die guys dan? Oh, het is een 1v1. Oh, oh. Waar zit die man dan? Daar. Dat dacht ik al, maar ik durfde het niet. Kom maar gewoon. Hey, we doen het gewoon lekker zo. Nou, bro. Hoe vervelend kan je zijn? Kom op, poppen. Komt niet uit. Doei! 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 Doei!
gaat terug naar de lobby. Dit was de nieuwe update. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor de 500.000 abonnees.